tussentijd zijn trouwens de lijnen gesloten en de stemmen worden volop geteld. Dus de ijsbaan wordt nu echt in een sneltreinvaart weer helemaal omgebouwd. En zo te zien is dat bijna helemaal gelukt. Het is natuurlijk de hoogste tijd, dames en heren, om de sterren erbij te gaan halen. Geef ze nog een hartelijk applaus. Hier zijn de sterren van vanavond. Jongen, jongen. Hier staan ze dan, hè? Onze skate-offers. Ja. En de mensen achter ons die al helemaal veilig zijn. Maar Babette en Kim en Inge hebben echt alles in de strijd gegooid van wij willen door. Ik vind het altijd het lastigste moment van de hele show, lieve mensen. Terwijl we gewoon wachten hier op die uitslag, pols ik nog even kort de stemming onder de sterren. Maar ik hoor net al, ik krijg door op mijn oortje dat de uitslag al klaar is. Waar is onze lady? Oh, hier zo. Daar kunnen we, hoeven we het ook niet meer te vragen. Wat heerlijk. Haha. Dankjewel. Goed. Luister goed. Dit is een belangrijk moment. Het is niet zomaar even leuk een hele avond schaatsen. Het is voor jullie allemaal heel belangrijk. Je bent hier weken al mee bezig. Dag in, dag uit. Trainen, trainen, trainen. En het is maar net hoe eager zijn jullie om eigenlijk nog een week door te trainen. En nog een week misschien. Of misschien ben je wel hartstikke blij dat het nu afgelopen is. Dat zou ook nog kunnen, maar ik denk het niet. Ik ken ze nu een beetje. Zeg die naam, ik word niet goed. Ja, nee, maar het was een beetje... Goed, de naam die ik dan nu noem, die zien we volgende week terug. En moet dus weer snoeihard werken. En dan mag ik nu feliciteren. Babette! Ja! Gefeliciteerd, Babette, samen met Gabrielle. En luister heel goed, Inge en Kim. Want de volgende naam die ik noem, ja, die zien we ook volgende week gewoon terug. En dat betekent dat we dus van eentje afscheid moeten nemen. Of het wordt Kim, of het wordt Inge de Bruin. De volgende naam die ik noem, die zien we volgende week echt terug in volle ornaat. En dat is Inge de Bruin. Dat we van Kim en Kevin afscheid moeten nemen. Gefeliciteerd. Top. Gefeliciteerd, Inge. Je mag bij de rest gaan staan. Ja, want dit is het moment voor Kim en Kevin. Helaas. Helaas. Kim, even een laatste woord van je. Ik ben ontzettend trots dat wij met z'n tweeën zo ver zijn gekomen. En ik vond het echt een super ervaring. En hierbij houdt mijn avontuur op. En dan kan ik doen waar ik weer goed in ben. Model zijn en een goede vrouw voor mijn man. Dus ben we vaak thuis. Ik ben een schat. Nou, onderschat je zelfs niet hoor. Want het schaatsen was fantastisch. Kevin, thank you so much for being a good skating partner for our Kim. Thank you. Oké, thank you so much, dames en heren. En ik moet natuurlijk ook eventjes de jury bedanken. Heel hartelijk bedankt. Voor alle juryleden, wilt u deze uitzending terugkijken? Surf dan naar www.sbs.nl. Sterren dansen op het ijs. Voor nu hartstikke bedankt voor het kijken. En tot volgende week vrijdag. Ik hoop dat u net zo genoten heeft als wij. Precies, tot volgende week. We gaan het ijs vrijmaken, Geer. Dankjewel. Voor,